Merhaba efendim, hoş geldiniz. Çok güzel ya. Hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Şey, nasıl bir boya kullanıyorsunuz? Efendim? Nasıl bir boya kullanıyorsunuz? Bu şey bu. Su bazlı. Su bazlı, su bazlı. Ha, su ha. Evet, evet. Ama şey, yağmur yağacak. Yok, şey... sıkıntı yok. Öyle mi? Yok, problem yok. Ve güneş, ışık? Belki şey... güneşten belki biraz tabii etkilenir. Ha. Tamam, çok güzel ya. Sağ olun, ne demek? Estağfurullah. Şey, başka bir dünya. Değil mi? Sanat başka bir şey. Çok güzel ya. Hadi kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ ol. Kijk, hier zit een dametje te schilderen op het draaibaar plateautje. Echt puur van het werk, van uit de hoofd. Geen schetsen maken. En het is snel drogende verf. Je ziet dat ze met haar steunvinger op gedroogde verf durft aan te raken. Echt heel mooi, kijk hier. Echt een kunstenaars. Ja. Kijk, hij vindt mij lief. Hé, kijk eens. Oh, er komen al die honden hier. Kijk eens, ik ben helemaal populair, zeg. Kijk, er zijn 3 honden. Hé, hey, jongens, 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 eet tegelijk, hè. Hé. Hey. Ja, die willen verwend worden, die honden. Hé? Hey? Niemand arts, alleen die van onze man, die... gaat ze helemaal aaien. Kijk eens even, jongens. Hé. Hey. Zie je, ze hebben allemaal zo'n oormerkje. Ja, hij was net weg. Kom eens. Kijk, ze hebben zo'n oormerk. Al die zwerfhonden. Ze hebben zo'n oormerkje. En bij katten knippen ze een hapje uit het oor. Hé, hey, kom maar. Hé, hé. Hé. Nou, dan gaan we. Kijk, dit is bekende Romeinse toestanden met paarden. En je ziet hieronder, zie je de originele naam van Isnik staan. De Romeinse naam. Nicaia. Dus N-I-K-A-I-A. Dat is de originele naam. Dus het is echt een Romeinse dorp. Oké, was die weer?